Dit is een bespreking van het vierde stukje van Apurva Condita 30, paragraaf 13. In het voorafgaande hebben we gelezen hoe Syphax door het Romeinse legerkamp naar Scipio wordt geleid. En hij hoort steeds complimenten over hem. En dat geeft de mens moed om Scipio ook te woord te staan. Eadem haec. Dezezelfde dingen, dat zijn dus de dingen die Syphax onderweg naar Scipio aan complimenten heeft gehoord. Ook aan Syphax, dederunt, gaven ook aan Syphax dus. De geest letterlijk gaven Syphax moed in allo adloquendo victore, in de toegesproken moetende worden overwinnaar. Die victor, dat is dus Scipio, bij het toespreken van de overwinnaar gaven die complimenten dus Syphax moed. Want, Livius gaat het uitleggen, waarom gaven die dingen Scipio moed? Hoe kun je dat zien? Want, cum Scipio, toen Scipio, bij dat cum hoort de conjunctivus quaereret, toen Scipio vroeg, quid sibi voluisset, wat hij gewild had voor zichzelf, toen Scipio vroeg waar die Syphax nou helemaal mee bezig was geweest. Syphax, die, qui met de conjunctivus heeft hier een gevoel van omdat, omdat hij, dus omdat hij, of Syphax, die, twee dingen gedaan had, niet alleen, maar zelfs, ultro, hij had zelfs de stap genomen om, die niet alleen abnuisset geweigerd had, het bondgenootschap met de Romeinen, maar die zelfs, zet ultro, een oorlog was begonnen. De oorlog had aangedaan aan de Romeinen, kun je eventueel aanvullen. Dus toen Scipio vroeg waar die Syphax nou helemaal mee bezig was, toen hij zelfs een oorlog begon tegen Rome, op dat moment, toen, Fatebatur, bekende hij, toen imperfectum, hij bekende steeds, hij zei steeds, ille is onderwerp, dat is Syphax uiteraard, van dat fatebatur hangt een ACI af, namelijk peccasse cese. Hij bekende dat hij een fout had gemaakt, weliswaar, en hij bekende atque insanisse, dat hij waanzinnig was geweest, maar niet toen pas, toen hij opgenomen had de arma, de wapens, tegen het volk, tegen het Romeinse volk. Eum fuisse, hij zei dus dat dat geweest was. Eum, omdat het zich in naam van getal en geslacht richt naar exitum, dat dat was geweest. De afloop van zijn waanzin, van zijn waanzin, maar niet het begin. Dit is dus een adversatief asyndeton. Toen ik oorlog begon tegen de Romeinen, dat was niet het begin van mijn dwaasheid, zegt Syphax, maar het einde ervan. Hij is ertoe aangezet, namelijk door zijn eigen Carthaagse vrouw, Sophoniba. En dat zegt hij in het vervolg. Toen, op dat moment, zei die C. Insanisse dat hij waanzinnig was geweest, dat hij op dat moment de hospitia privata en de publica foedera, tamelijk makkelijk herkenbaar chiasme, dat hij op dat moment de gastvriendschappen, de persoonlijke gastvriendschappen en de formele, de officiële verdragen, allemaal, dat hij die allemaal uit zijn geest gegooid had, staat er letterlijk, dat hij de vriendschap met Scipio en het verdrag met het Romeinse volk uit zijn hoofd had gegooid, op dat moment, toen hij geaccepteerd had in zijn huis, toen hij thuis ontvangen had, een Carthaginiensem matronam, een Carthaagse echtgenote. En dat is Sophoniba. Ik had nooit moeten trouwen, zegt Syphax, met een Carthaagse vrouw.